We zijn er eindelijk weer. Ja, ondertussen weten jullie al waar wij, of waar wij geweest zijn, maar wat we gedaan hebben. Wat hebben we gedaan? Weet je dat? Wat gaan we doen? Zeg maar. Ja, ja, wat hebben we daarvoor gedaan? Ja. Wat gingen we doen? We gaan zeg maar. Ja! Ja, super! En we zijn inmiddels, de vorige keer hebben wij gezegd, tot de volgende keer, we nemen het vliegtuig en we gaan op reis. En we zijn al op reis geweest. We zijn op reis geweest, lieve kinderen. We zijn geweest naar het werelddeel Azië. Azië, ja, ja, inderdaad. Groot land. En ja, we kwamen daartoe. We zijn geland in Japan. Ja. We stapten uit het vliegtuig. We kwamen in de luchthaven, we hebben een taxi genomen, ja. Maar onderweg, maar ik kon niets lezen met nee. van al die opschriften. En wat de mensen vertelden, dat kon ik helemaal niet verstaan. Ja, iets zoiets, he. En die tekens, zo'n rare tekens, dat was geen ABC, nee. Maar hele rare tekens. Ja. Wij begrepen er niets van. Dus wij hadden een zeer goed idee, we gingen op zoek naar een gids, zo ja. Iemand die je helpt rondleiden in een ander land. En wij hebben een gevonden, een super toppe coole gids, en die naam was Shiliwangwang. 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 Ja. Shiliwangwang. Ja, Shiliwangwang, wij hadden geluk. Shiliwangwang was ongeveer 30 jaar en die was 3 jaar naar Nederland geweest ja. Om te studeren en te werken, dus wij hadden wel heel veel geluk, want die sprak Nederlands. Ja, die kon dus al een beetje Nederlands ja. En zo waren wij natuurlijk gemakkelijk, ja. Want hij kon Japans en hij kon Nederlands, dus ja. Als we iets zagen staan onderweg, dan kon hij zeggen, dat staat daar op dat ja. Bord, of als er mensen aan het praten waren, of we moesten ja. Iets vragen in de winkel, dan konden wij dat vragen. Goed. En natuurlijk, wij begonnen en we hadden honger, ja. We kwamen toe van een lange reis, we hadden honger, dus wij moesten op een restaurant en Shiliwangwang die nam ons mee. Naar en een wow. Japans een restaurant. Wat dat wij daar meegemaakt hebben. Dat was ongelooflijk. Dat was echt de moeite wat we daar tegenkomen zijn. Oh. We kunnen dat niet zomaar vertellen, weet je wat? We gaan het even weer tonen wat er daar gebeurd ja, is. We zullen het een keer opnieuw naspelen. Naspelen. Oh, ja. Hè? Wat er daar gebeurd ja. Is. Oké. Okay. Dus, voilà. Reverse, kering en weer. Voilà. Shiliwangwang. En daar is Shiliwangwang. Een applaus voor Shiliwangwang. Wij gingen op restaurant en Shiliwangwang die nam ons mee naar een restaurantje, ja. Gezellig restaurantje. Ja. Voilà, we kwamen nee. Hier binnen. Ja. En er zaten nog natuurlijk klanten. Ja. Ik dacht, ik ben vriendelijk. Konnichiwa! Konnichiwa! Zeg, Wenda Mata, dat is toch erg onbeliefd wat die mensen doen. Hoi. We zeggen goeiedag. Het is toch goeiedag? Tuurlijk. Ja, we hebben het zo geleerd. Ja. En die antwoorden niet eens. Jullie van wat is er hier aan de hand? Hier in deze streek is het niet de gewoonte als je iemand niet kent dat je hem begroet. Oh. Oei. Hoi. En bij ons doen wij dat toch? Als je iemand tegenkomt langs de straat, zelfs al ken je die persoon niet helemaal en je gaat een goeiedag zeggen. Dus hier doen ze dat niet. Nee. Dat is wel speciaal, dat vind ik nu wel een rare gewoonte. Oké, we zijn in dat restaurantje en ik heb gezien, Wenda, dat ze zijn daar soep aan het eten, maar dat het heel lekker soep is. Ik denk dat het haaienvinnensoep is. Oh, haaienvinnensoep. Is dat niet een gevaarlijke soep, haaienvinnensoep? Ja. Zijn je recht onbeleefd en ik moet iets luisteren? Zo slurpen aan tafel! Och, zo bedankt. Ik vind dat erg onbeleefd. Vinden jullie dat onbeleefd? Slurpen aan tafel! Je hebt ons wel meegenomen naar een heel vreemd restaurant, hoor. Dat slurpen. Ja, maar hier, als je slurp, betekent dat je de soep super lekker vindt. Oh. Hey. Dus die mensen vinden dat veel lekkerder dan gaan ze slurpen. Ja, maar je vindt toch weer een beetje raar aan het ja, komen. Ik vind dat wel leuk, Wenda, ja. Iets over slurpen. Ja. Dat wil zeggen dat jij dat niet leuk vindt. Allee, dat staat hier wel weer aan het houden. Oh ja, nu kijken. Amai. Zal dat ook wel doen, zeker? Het is inderdaad lekker soep. Ik ga ook komen aan de mensen dat lekker soep is. Wel, je moet nog niet overdrijven. Ja. Ja. Dat is heerlijk.
iets doet dat je niet mag doen, maar ze stoppen met allemaal maar niet. Vind ik niet hoor. Ik weet het niet, als jullie bang waren, waarom stop je niet met eten? Als er iemand zijn neus snijdt in het openbaar, is dat heel onbeleefd. Dus je mag je neus niet snijden? Op een openbare plaats je neus snijden. Dus in een restaurant mag je neus niet snijden? Ja, dat wist ik niet. Pardon hoor. Hier, ja. Ja. Zo, kinderen. Dat is toch wel een gek land. Vind je niet Japan? Ja? Maar wij gaan verder met onze wereldreis. Ja. We zeggen, wij zijn wel zeer benieuwd of dat er in andere landen al wereldwijd nog van die gekke dingen zijn. Zijn jullie ook benieuwd naar zulke dingen? Zeg, dat moet je natuurlijk niet als je de volgende keer op restaurant gaat en ze te slurpen van je soep, want hier zal men dat onbeleefd vinden. In Turk is dat omdat het lekker is. Ja, en straks als je niest mag je gewoon hier je neus snuiten. Ja, maar lachen, blijkbaar niet in Japan. Blijkbaar niet. Ja. Oké, maar ja. We hebben nu de smaak te pakken natuurlijk van onze wereldreis. Wij zijn nog niet ten einde, we hebben nog maar een klein deel van de wereld gezien. Dus wij gaan deze namiddag alweer vertrekken met een volgend vliegtuig. We gaan jullie natuurlijk nog niet verklappen naar waar het gaat, maar de volgende keer komen we terug met waarschijnlijk weer nieuwe avonturen en nieuwe dingen die we beleefd hebben. Oké, tot ziens! Dankjewel!